Wat maakt vrijheid? Bestaat zij uit stenen of mensen? Uit overleven of grenzen overtreden of stellen? Wordt zij gebouwd op wilskracht of nederigheid in nieuw territorium? Of waar zij als een feniks herrijst uit as? Wat maakt vrijheid? Is zij een collectief of een verzameling? Een idee, identiteit of vanzelfsprekendheid? Is zij getekend door de tijd of een gegeven op een plek? Wordt zij gebouwd door te leven en te zijn of door het uitsteken van je nek? Wat vrijheid maakt, is niet hoe je haar bouwt. Het is met wie. In een constante dans van futurisme en historie. In de kleine nuances tussen punk en institutie. In de synergie van onderwijs en de straatgrenzen. Overkijken, openstellen, landelijk en centraal. Al meer dan 75 jaar zijn wij rijk aan mensen die in Pax en Vrede of door ijzeren regen vrijheid vieren en wensen. Zo worden wij ieder jaar sterker. Samen maken we vrijheid. Bouwen we verder. ...22 februari 1944. 2:02. Precies 75 jaar geleden werd de Nijmeegse binnenstad gebombardeerd door 17 Amerikaanse vliegtuigen die terugkwamen van een mislukt bombardement op een vliegtuigfabriek in de Duitse stad Gotha. Vandaag herdenkt Nijmegen dit moment met een bijeenkomst in de Sint-Stevenskerk en een herdenking bij het monument De Schommel aan de Mariekestraat bij het stadhuis. Ook gisteravond is er al door Nijmegen stilgestaan bij het bombardement. Door de stad heen is de brandgrens aangegeven met kleine metalen plaatjes en die brandgrens is gisteravond letterlijk en muzikaal verlicht. 800 kaarsjes, meer dan 40 muzikale acts en vele Nijmegenaren stonden een kwartier stil bij de dingen die 75 jaar geleden gebeurd zijn. Zoon Henk, die van dezelfde school dinsdag lopend naar huis was gegaan, mankeerde niets. Getuige mevrouw Zwaans vertelde: Willy Hoenselaar heeft niet geleden, omdat een gedeelte van zijn gezicht en hoofdje was weggeslagen. Zijn vader heeft dagenlang gezocht naar zijn zoontje en eindelijk gevonden zonder zijn nieuwe jasje en schoenen. Die hadden ze al van hem afgenomen. Nou, ik vond het heel indrukwekkend. Wij staan daar natuurlijk te zingen en alle anderen beginnen ook. En in het begin is dat wat raar, want pipers en zo, die beginnen ook al door ons heen te spelen, zeg maar. Maar dat is toch heel indrukwekkend, gewoon dat je dat allemaal samen doet. In de kerk stonden bakken met foto's van alle slachtoffers. Dus geen familie, maar je kon een foto meenemen en die bij jou tijdens de tocht. Dus ik heb een willekeurige uitgepakt, wel een kind. Ik begreep dat er van de 800 slachtoffers 200 kinderen bij zaten.
Dus daarom heb ik deze meegenomen. Ik ben met de busband ben ik op stap geweest. Er zijn twee groepen die gelopen hebben. Dat is de busband, is er daar eentje van. En dat is een deilorkest wat speciaal gevraagd is omdat het bombardement zelf met carnaval plaatsvond. Dus daarom zijn wij gevraagd om ook te komen spelen. Ik vond het heel bijzonder dat heel veel belangstelling voor gedichten, voor verhalen. Heel veel mensen vragen wat is er hier aan de hand. Ik zie lichtjes, ik zie veel mensen staan. Daar krijg je heel mooie gesprekken. Ik zag heel veel bekenden uit Nijmegen van allerlei sectoren en van allerlei spectrum eigenlijk delen. Die groeten, maar ook stilstaan en vragen stellen en gesprekken zoeken. Dus het was heel indrukwekkend. Nou, wat ik emotioneel vond was eigenlijk dat toen ik al die foto's zag van al die mensen, jongen en ouder, die allemaal omgekomen zijn. Maar niet, ik ben geen Nijmegenaar, dus ik heb, je weet het, je weet dat het bombardement er was. Maar die emotie heb ik dus niet. Maar ja, het blijft vreselijk. Altijd. Ik ben wel Nijmegenaar. Dus, ik ben de oorlog toen niet meegemaakt. Ik ben van 48. Maar ik ben ook stadsgids in Nijmegen. En dan weet je wel veel van de historie van Nijmegen. En dan weet je toch wel wat er zo'n beetje gebeurd is die dagen. En dat is niet mis. En, wordt nog wel eens onderschat. Er wordt alles gekeken naar Rotterdam, maar Nijmegen heeft meer mensen verloren in die tijd. Ik vond het heel bijzonder. Zo is alles al begonnen met die kerkklokken. Daar moesten we even op wachten en daarna mochten we gaan zingen. En dan, dan ben ik ook allemaal een beetje gespannen, toch wel. Ik vond het echt heel bijzonder, ja. Heeft u ook een emotionele waarde bij vanavond, van wat er vanavond is herdacht? Nee, dat heb ik eerlijk gezegd niet, want ik kom niet hier vandaan. Ik ben hier later komen wonen. Maar goed, ik ken wel de verhalen, dus in die zin kan ik me er wel in verplaatsen, dat wel. We hebben hard gelopen. Van tevoren dacht ik van even een stukje hardlopen. Maar naarmate het hardlopen vorderde, dacht ik van het is toch mooi om je deel van uit te maken. Dus het was mooi om te doen. Wij zijn gestart bij Bakkerij de Bie en naarmate we daar een tijdje stonden te wachten, verzamelden zich daar toch zo'n 100 mensen. En toen kreeg ik al het gevoel van we horen ergens bij, zullen we maar zeggen. Toen even een stukje waarbij we alleen liepen en toen we door de stad liepen, waren steeds meer mensen die lampjes volgen waarvan je weet van dat staat elke keer voor een slachtoffer. En daardoor kreeg ik het gevoel van wij maken hier deel van uit. Het is toch wel mooi om dat te doen. Mijn opa had een opkoperijtje op de Reguliersstraat. En door het bombardement ging dat in vlammen op. En toen was het zo warm dat de Riksdaalders die daar nog had liggen, die heeft hij uit de puinhopen gered. Het was zo heet dat het zilver aan elkaar smelte. Mijn oudste zus van mijn vader die is in de Stekkerhezelstraat weggebombardeerd. Die hebben ze ook nooit teruggevonden. Ze is op de plek weggebombardeerd waar de Stevenstoren is op terechtgekomen. Waar nu de nieuwbouw staat. Dus het maakt wel een speciale indruk op mij. En vooral nu zo georganiseerd is, ik vind het geweldig. Graag heet ik u van harte welkom. Welkom Nijmegenaren, in het bijzonder diegenen die levenslang de littekens meedragen van het bombardement op onze stad, ooggetuigen, familie en vrienden van hen die zijn omgekomen. Het is nu 75 jaar geleden dat onze stad dramatisch getroffen werd. Vanwege dit bijzondere herdenkingsjaar zijn er vele speciale gasten in ons midden die door hun aanwezigheid tot uitdrukking brengen dat de samenleving ook buiten onze stad betrokken met ons meegedenkt. Met name heet ik welkom de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Ariep, staatssecretaris Blokhuis, de vicevoorzitter van de Raad van State, de heer De Graaf, Deputy Chief Crowley van de ambassade van de Verenigde Staten, Mr. Mark Simmons, afgevaardigd door de kathedraal van Coventry, burgemeester Abu Taleb van Rotterdam, de heer Broeks, burgemeester van Mortsel, België, mevrouw Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, kamerleden, gedeputeerden, andere geachte burgemeesters, statenleden. Ten slotte welkom stadsbestuur van Nijmegen,
raadsleden en college van burgemeester en wethouders en alle overige aanwezigen. Graag geef ik om te beginnen het woord aan Sean Crowley, afgevaardigde van de ambassade van de Verenigde Staten. Goedemiddag, staatssecretaris Blockhaus, burgemeester Bruls, burgemeester Abu Talib, mevrouw Verbeet, overlevenden, familieleden van slachtoffers, dames, heren en leerlingen. Ik wil u bedanken dat u me hebt uitgenodigd voor deze belangrijke herdenking. Het spijt me dat mijn Nederlands niet beter is, vandaar dat ik nu verder ga in het Engels. Today we gather as two nations, friends and allies, to recall the dark days of the Second World War. We come together to remember those who lost all and those who were left behind to rebuild. It is difficult today to imagine the horrors that Nijmegen and other cities faced 75 years ago during the struggle by Dutch and Allied forces to end the Nazi occupation. Nijmegen celebrated its liberation in September 1944. Only 7 months earlier, this beautiful city was the site of a terrible tragedy. The devastation came unexpectedly, not from our enemies, but from those who were risking, and in many cases sacrificing, their own lives for a common cause. Some of you here today were personally affected by the events of February 22, 1944. Those scars can never be forgotten. We know that the victims of Nijmegen, as well as those from Rotterdam, Deventer, Arnhem, Enschede, and many other cities, paid the ultimate price for freedom. Please allow me, on behalf of the United States of America, to offer you our deepest and most heartfelt condolences for your loss. Statu Maitu, om namens de Vereinigde Staten van Amerika, u ons diepste medeleven te betuigen met u verlies. During my nearly 3 years in the Netherlands, I have been greatly moved on many occasions by the Dutch determination to remember and to ensure that future generations never forget all those who fought to liberate this country and to defeat fascism. Their sacrifices allowed both the United States and the Netherlands to blossom into peaceful and prosperous nations. As we face new threats today, we must remain united and vigilant to avoid a return to the perils of the past. I am honored to be with you here today as we bow our heads and again remember all those who lost their lives here. Let this day, which symbolizes the great suffering of the past, remind us of the necessity and the price of defending our freedom both now and in the future. Dank u. Nu zal tot ons spreken Mark Simmons, afgevaardigde van de kathedraal van Coventry, van waaruit onze stad in 1953 het Cross of Nails heeft ontvangen, dat zich bevindt in de stiltekapel van deze kerk. Distinguished guests, mayors, representatives of the parliament, the state, the churches and the community. Hartelijk bedankt ook voor deze uitnodiging en deze eer. En net zoals mijn voorganger, zal ik ook beter in het Engels verder spreken. Ik vind Nederlands een taal die makkelijker is te verstaan als te spreken. I have been struggling in these last 2 years since the decision taken in my country to understand how at the same time we commemorate the end of war
and want to leave the guarantor of peace. And I have realized, I think, two or three things in that time. One is that we must heal the wounds of history. One is that we must learn to live with difference. And one, that the litany of reconciliation, which we will pray together in this service, can help us to understand that. In the debate which we've been having on my side of the narrow body of water which separates us, we have been talking always about the future and not about the past. What will new arrangements look like? What will happen next? But we haven't addressed what's happened already. We haven't looked at the new wounds which have emerged in the last 75 years. The loss of identity which people feel from unemployment, from changes in their communities. We have to look back if we are to understand how to look forward. I've also realized that the Litany of Reconciliation can help us to do this. When Coventry was bombed, it's a city very much like Nijmegen, a very old city, but one which hides its age because of its destruction. And when we were bombed, the response was, "Father, forgive." Not, "Father, forgive them," because that separates people into us and them. And that is what reconciliation is, to bring about a change in that mentality so that we are all us and there are no them. If when we pray the reconciliation litany later, let us consider how the way in which we live now, the way in which we honor each other, the way in which we care for our world, the way in which we practice hospitality, the way in which we welcome one another every day with small acts of kindness and generosity, are helping us to learn to live with difference and to build a culture of peace. Thank you again. De volgende spreker is burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. Want ook Rotterdam werd zwaar gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik heb de oorlog niet meegemaakt. Velen van u ook niet. Gelukkig maar. Ik mag burgemeester zijn van een stad die op een vreselijke manier in de oorlog is geteisterd. Door de vijand. De kaden gingen aan diggelen, honderden mensen doodgegaan, een stad die in brand vloog. Het economisch hart, toen ook al van Nederland, moest het ontgelden. Er was geen tijd om te gedenken en te herdenken. Er was ook geen tijd om na te denken over het verleden. Want de wederopbouw diende zich aan en heel snel. De mariniers aan het werk om de bruggen te beschermen. Lukte niet, maar ze zijn wel onze helden. Rotterdam blijft ook daarom de stad van de mariniers. Kom niet aan de mariniers in Rotterdam, dan kom je aan de geschiedenis, dan kom je aan de stad. Maar als je zo'n eigen stad aan het besturen bent met elkaar en voortdurend reflecteert op de oorlog en de gevolgen daarvan, dan vergeet je soms dat ook andere delen van Nederland zwaar geteisterd zijn in de oorlog en vreselijk zijn getroffen. Onderweg hier naartoe las ik het verhaal van Adi, zoals die in Trouw heeft gestaan de afgelopen dagen. Adi, ben je hier? Jouw verhaal en het geweten waar je mee al die jaren bent omgegaan en het verhaal van je broer Jopie. Een kralenketting die jou noopte om uit een eetzaal te gaan op school, terwijl op dat moment de bommen naar beneden kwamen,
broertje dood, jij leeft. Speling van het lot. Maar het geweten dat knaagt. Stel dat ik hem meegenomen had, waren we nog allebei in leven. Maar omgekeerd ook. Stel dat ik was blijven helpen met eten, was ik misschien er ook niet meer. Je komt er nooit meer uit. Die vergelijking, zoals we dan in de wiskunde noemen, eindigt nooit op nul. Persoonlijk gevoel waar je mee blijft lopen. En ik krijg elke jaar in Rotterdam uit de orgelzolders van heel veel kerken verhalen over hoe zij zelf de oorlog beleefd hebben. Maar ook van heel veel mensen die nog de zolders van hun families opruimen en stukken tegenkomen als getuigenis van die oorlog. En het meest pijnlijke in Rotterdam is nog niet alleen de oorlog, maar ook de razzia's. Stadion vol, jonge mannen afgevoerd naar Duitsland voor dwangarbeid. 11.000 Joodse Rotterdammers die bij loods 24 moesten we verzamelen om via Westerbork naar Polen en elders te worden afgevoerd, om te worden afgemaakt. Het leven van een burger kostte 5 gulden. Als je een Joodse medeburger verriet, krijg je 5 gulden. Zoveel was het leven van een mens waard. En dan neem ik 1 keer per jaar de kinderen van Rotterdam, 180, 3 bussen, en gaan we naar Westerbork. En we staan daar in die prachtige, mooie omgeving als herdenkingsplek. En helemaal aan het eind van de tour, ik blijf daar een hele dag, vraag ik aan de kinderen. Maar stel dat je nu met die grond in dialoog gaat. En je vraagt aan de grond, wees getuige en vertel mij wat je mij te vertellen hebt. Wat zal die grond je vertellen? Wat voor een getuigenis komt naar boven? En stel dat we nu ook de vraag stellen aan het centrum van Nijmegen. Als grond, als getuige van het bombardement. Wat zal die grond tegen ons zeggen? Nu, anno 2019. Ik fantaseer. Die grond zal zich gedragen als een soort moeder. En zal tegen ons, tegen u en tegen mij zeggen, ik heb het je toch verteld? Ik heb het je toch verteld? Het doden van andere mensen is toch hartstikke dom? Oorlog vernietigt toch verbindingen tussen mensen? En oorlog vernietigt toch de beschaving? Dat heb ik je toch verteld? Dat is toch heel dom? Doe het niet. En doe het niet nog een keer. Maar we doen het wel. Niet hier, elders in de wereld doen we het nog steeds. Het moorden gaat door, oorlogen gaan door. Wij tegen zij, zij tegen wij. En zo blijven we elkaar naar in het leven staan, terwijl we donders goed beter weten. En donders goed weten dat de weg van de vernietiging altijd leidt tot verliezers. En dat er maar een andere, beter weg is. Dat is de weg van samen, van wederkerigheid, van vergeving, van vergevingsgezindheid, van solidariteit en van barmhartigheid. Het klinken wel hele holle frazen en holle woorden, maar ze hebben betekenis. En er is maar 1 ras op de aardbodem die daar invulling aan kan geven. Dat is het menselijk ras. U en ik. Tijd voor gebed nu. Mark Simmons bidt het gedicht dat elke vrijdag in de Coventry Cathedral wordt gebeden. Please feel free to join in with the words, Father, forgive. They reflect exactly what the mayor was just saying about not zij tegen wij, but us collectively sharing responsibility for the future of our world. Let us pray. All have sinned and fallen short of the glory of God. The hatred which divides nation from nation, race from race, class from class, Father, forgive. The covetous desires of people and nations to possess what is not their own, Father, forgive. The greed which exploits the work of human hands and lays waste the earth, Father, forgive.
our envy of the welfare and happiness of others. Father, forgive. Our indifference to the plight of the imprisoned, the homeless, the refugee. Father, forgive. The lust which dishonors the bodies of men, women, and children. Father, forgive. The pride which leads us to trust in ourselves and not in God. Father, forgive. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Amen. Hiermee wordt de officiële bijeenkomst in de Sint-Stevenskerk afgesloten. Het publiek gaat in optocht via de Grote Markt en de Burgstraat naar de Mariekestraat, waarbij zij worden voorgegaan door een zogenaamde stille trom. En die wordt bespeeld door 3 leden van Drumfanfare Michael. Eenmaal aangekomen bij het monument is burgemeester Bruls van Nijmegen de eerste spreker. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom hier bij het monument De Schommel voor de jaarlijkse herdenking van het bombardement op Nijmegen. Een bijzondere herdenking dit jaar, want het is vandaag om 2:58, exact 75 jaar geleden, dat de bommen vielen op onze historische binnenstad en de loop van onze geschiedenis ingrijpend veranderde. Enkele bijzondere gasten die vandaag samen met ons willen herdenken en ons verdriet willen delen, wil ik speciaal welkom heten. Welkom aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Welkom aan de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, mevrouw Gerdy Verbeet. Welkom aan collega burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abutaleb. Welkom aan deputy chief Crowley van de Amerikaanse ambassade. Welkom aan de vicevoorzitter van de Raad van State, de heer Tom de Graaf. Vertegenwoordigers van de Eerste en Tweede Kamer, welkom ook aan collega-burgemeesters en andere bestuurders uit de regio en uit het land. Leden vertegenwoordigers van de provincie. En natuurlijk ook welkom aan de vertegenwoordigers uit het Belgische Morsel onder aanvoering van burgemeester Broeks. En welkom aan u allen uiteraard. Het is fijn dat u alle hier samen bent om samen met ons stil te staan bij het leed dat zo lang geleden is begonnen, maar nog steeds voortduurt in de harten van de Nijmegenaren. En denk je ook een moment aan diegenen die het nog steeds te emotioneel vinden om hier samen met ons in zo'n grote groep te denken en dit liever thuis doen of op een andere stille plek. Nijmegen is deze dagen misschien meer dan ooit doordrenkt van historie. Op talloze plaatsen, op talloze manieren herdenken wij het bombardement van 75 jaar geleden. We hebben de bijna 800 slachtoffers door middel van grote posters voor zover mogelijk hun gezicht teruggegeven. En waar anders zouden we dat kunnen doen dan op plein 1944, Hartje Centrum, een plein dat haar ontstaan te danken heeft aan het bombardement. En gisteravond nog hebben honderden Nijmegenaren met misschien wel duizenden betrokkenen eromheen langs de brandgrenzen van het toentertijd getroffen gebied als een levend baken de omvang van de ramp vormgegeven. Met licht, met zang, met muziek. Want de initiatiefnemers wilden vooral aan de vooravond van deze herdenking het leven vieren. Het leven, dames en heren, jongens en meisjes, dat mensen op 21 februari 1944, daags voor het bombardement dus, ondanks de barre tijden, toen ook vierden. Nog onwetend van hetgeen de volgende dag zou plaatsvinden, nog onwetend van het feit dat de dag erna voor velen de levensloop voorgoed zou veranderen.
In de vele jaren dat we het bombardement nu herdenken, is de belangstelling toegenomen. Maar is ook het verhaal van het bombardement gegroeid. Vele tientallen jaren deed het overgrote deel van de getroffen Nijmegenaren er het zwijgen toe. Het bombardement was geweest, de doden waren begraven, het leven ging verder. En er waren genoeg andere zaken om zich druk over te maken. Eerst werd Nijmegen na de operatie Market Garden voor maanden een frontstad, daarna kwam de bevrijding en daarna begon de wederopbouw. Handen uit de mouwen en laat het verleden rusten was het devies. Gelukkig, beste mensen, is dat in de loop der jaren van al die jaren veranderd. Steeds meer kwam bij ooggetuigen nabestaanden het besef dat dit verhaal verteld moest worden. Dat heeft geresulteerd in vele herdenkingen, herdenkingen zoals deze, maar ook in vele verhalen en publicaties. Van omvangrijke wetenschappelijke werken tot persoonlijke documenten. En uit al deze beschouwingen komt het beeld naar voren van gewone Nijmegenaren, mensen die niet gevraagd hebben om oorlog en ellende en die met het vertellen van hun ervaringen vooral de boodschap willen uitdragen. We wilden dit toen niet, we willen het nu niet en we willen dit nooit meer. En alleen daarom al om die gedachte levend te houden is het van belang dat we hier vandaag bijeen zijn. En is het van belang dat we dit ook volgend jaar en de jaren daarna volhouden. Herdenken, niet als een achterloze gewoonte, maar om ons er zelf diep van te blijven doordringen dat oorlog en geweld nooit een antwoord is op wat voor een probleem dan ook. Nijmegen en de Nijmegenaren hebben ontzettend geleden door de oorlog en door dat allesverwoestende bombardement. De datum van 22 februari maakt deel uit van een van de meest ingrijpende jaren uit de Nijmeegse geschiedenis. Het bombardement, de Market Garden operatie, de daaropvolgende frontlijnperiode hebben diepe wonden geslagen bij vele tienduizenden mensen. En het gezicht van de stad, het fysieke gezicht van de stad, is er voor altijd ingrijpend door veranderd. Maar Nijmegenaren hebben ook in de loop van hun geschiedenis, en zo ook in de jaren na de oorlog, bewezen naar tegenspoed verder te willen en kunnen gaan richting een gezonde en voorspoedige toekomst. En aan ons is de taak dit pad te blijven gaan. En daarbij de herinnering aan hen die deze toekomst niet mee mochten beleven, levend te houden. De generatie die dat als direct betrokkenen met ons samen deed, zal er eerzaag niet meer zijn. Nieuwe generaties zullen het stokje moeten overnemen. En daarom is het ook dit jaar weer goed te zien dat de kinderen van de Nijmeegse Montessori-scholen, volgens mij zijn ze hier achter mij verzameld, hun bijdrage leveren aan deze herdenking. Hartelijk dank kinderen en ook leerkrachten dat jullie dit ieder jaar weer willen doen. Dames en heren, jongens en meisjes, 75 jaar. Een heel mensenleven is inmiddels voorbij sinds de bommen vielen. Maar het ondergane leed niet. Niet voor niets draagt het boek van de onvolprezen Bart Jansen met alle persoonlijke verhalen over bombardement de titel De pijn die blijft. Over enkele minuten zullen de kerkklokken luiden en zijn wij samen 2 minuten stil. Want ondanks de enorm lange periode van vrede en voorspoed waarin we sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog leven, mogen wij niet vergeten. Of, om het te zeggen in de woorden van de Nijmeegse Auschwitz-overlevende Louis de Wijze, houd de geschiedenis levend, niet als een verwijt aan het verleden, maar als een oproep aan de toekomst. Dank u wel. Volgende spreker is Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beste overlevenden, beste nabestaanden, beste mensen. 22 februari 1944 was zo'n typische winterdag waarop je ondanks de kou voelt dat het voorjaar niet meer ver weg is. Met een felle zon aan een strak blauwe, ijzige hemel. Een dag met prima vliegweer, zoals die dag in de trein van Den Bosch naar Nijmegen hoopvol werd gezegd. Want ook die dag zouden de geallieerden waarschijnlijk weer naar Duitsland vliegen om de bezetter verder te verzwakken. En ja hoor, rond 12 uur kwamen ze. Honderden vliegtuigen bromden hoog aan de hemel richting het oosten. Maar in Duitsland was het bewolkt. Het zicht te slecht om de aanval door te zetten. En dus brak de formatie van honderden vliegtuigen uiteen om in kleine groepjes terug te vliegen naar Engeland.
De terugkerende piloten kregen de opdracht om zelf een doel te kiezen voor hun bommen. Peter Braam was in de oorlog nog maar een kleuter. Peter schrikt misschien, want hij is aanwezig. Volgens mij zit hij daarachter. Ja, geweldig. Ik zeg maar meneer Braam heel netjes. Fijn dat u erbij bent. Zijn verhaal was onder andere in 2004 te zien bij een indrukwekkende documentaire in het kader van Andere Tijden. Met zijn 5 jaar was Peter ook die dag weer met de tram naar school gegaan. Een klein schooltje. 2 klassen met in totaal 30 kinderen. En ook de scholier Jos van der Vaart, ik weet niet of hij hier is, die ging die dag naar school op pad naar een carnavalsvoorstelling in het Dominicus College. Op station Nijmegen klonk het eerste luchtalarm. Samen met een vriend wachtte Jos op het signaal dat het gevaar geweken was. Toen dat even na ene kwam, wandelden ze de stad in. Maar nog voor ze goed en wel op pad waren, klonk het luchtalarm weer. Boven hun hoofd zagen ze plukjes vliegtuigen. En rond die vliegtuigen wemelden kleine grijze puntjes. De piloten van de bomwerpers waren slecht toegerust om op het oog een doel te kiezen. Met alle terugkerende vliegtuigen was het een chaos in de lucht. En op het precies raken van doelen werd destijds nauwelijks gestuurd. Zo kon het zijn dat een groepje vliegtuigen met zijn dodelijke lading boven Nijmegen vloog. En ervoor koos het spoorwegemplacement te bombarderen. Vanaf het moment dat ze de luiken openden, hadden de bemanningen geen invloed meer op de val van de bommen. In plaats van op het spoor vielen de bommen midden in het centrum van de stad. Nog voor Jos kon bedenken wat die puntjes rond de vliegtuigen waren, hoorde hij al een harde knal. En nog één. Bommen van 500 pond per stuk kwamen uit de hemel vallen. Peter Braam zat met de andere kleuters in de schuilkelder van de nabijgelegen ULO. Hij herinnert zich niet veel, maar het beeld van exploderende ramen en gordijnen die tegen de plafonds knalden, zou hem voor altijd bijblijven. Jos vluchtte ondertussen een portiek in, trok wat vrouwen met kinderen naar binnen en toen was het voorbij. In de halve minuut dat het duurde, ik heb soms gehoord 20 seconden zelfs maar, was de stad veranderd in een ravage. Werd de zon verduisterd door stofwolken. Brandde her en der huizen uit, vele. In het schooltje van Peter Braam maakten de kleintjes geen schijn van kans. Van de 30 kinderen overleden er 24. Peter was de enige uit zijn klas die middag levend thuis kwam. Van een slagersgezin met 8 kinderen stierven 5 kinderen en de moeder. Op 22 februari 1944 en de dagen daarna overleden zeker 800 mensen. Elk iemands dochter, elk iemands zoon. Hoeveel onderduikers die dag het leven lieten, weet niemand. Peter Braam was na het bombardement panisch voor elk hard geluid. De vliegtuigen die continu boven Nijmegen richting Duitsland vlogen, maakte hem zo bang dat zijn moeder besloot het jochie te evacueren. Het geluid van de bommen die in Peters hoofd keer op keer opnieuw ontplofte, staat in schril contrast met de stilte die na de oorlog om het bombardement bleef hangen. Als we het over de laatste oorlogsjaren hebben, de laatste oorlogsperiode, dan hebben we het vooral over de hongerwinter en over Market Garden en dan de slag om Arnhem. Ik ook. Mijn vader woonde destijds, tijdens de slag om Arnhem, in Oosterbeek. Daar gingen bij ons thuis de verhalen over, als het over de oorlog ging. In de huizen hier in Nijmegen ging het waarschijnlijk over die andere klap, februari 1944. Pas sinds de jaren 80 herdenken we, net als vandaag, het bombardement dat hier in 1944 zoveel levens nam. Overigens heb ik begrepen dat het eerst heel klein begonnen is in privésfeer en later hier bij de Schommel. Qua omvang was het bombardement vergelijkbaar met het bombardement op Rotterdam in mei 1940. Pas enkele decennia staan we stil bij de mensen voor wie het leven hier in Nijmegen zo abrupt stopte.
dragen we al die mensen die geen schijn van kans maakten in ons hart. Dames en heren, de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog duurde maar kort. Adolf Hitler werd in 1933 legitiem gekozen. Maar in razend tempo veranderde Duitsland van een democratie in een agressieve dictatuur. Dat mogen we nooit vergeten. Want hoewel de meesten van ons al zo lang in een open en democratische rechtsstaat leven, ik, maar ook de kinderen zeker achter mij, weten niet wat oorlog is, geeft dat geen fundamentele zekerheden voor de toekomst. De mensen die hier vanuit conflictgebieden naartoe zijn gevlucht, konden ons er wel alles over vertellen. Misschien horen ze net, als Peter, het geluid van geweld steeds weer nadreunen. Zij weten als geen ander dat vrede en vrijheid niet vanzelf komen. Maar onze geschiedenis is niet per se de hunne. Daarom willen we ook als kabinet extra investeren in educatie voor deze groep mensen, de nieuwe Nederlanders, en voor de jonge Nederlanders, de nieuwe generaties. Het is vandaag 75 jaar geleden dat het in deze stad bommen regende. Daarmee was het lijden van Nijmegenaren nog niet ten einde. Tijdens en na operatie Market Garden lag Nijmegen in de frontlinie. De burgemeester zei het al. Maanden werd er hier gevochten. De huizen in het centrum die tijdens het bombardement waren blijven staan, die gingen alsnog om. Met het eind van de oorlog in zicht kreeg de bevolking in die laatste maanden klap op klap te verwerken. Dit jaar is het jaar waarin we beginnen met de viering van 75 jaar vrijheid. We vieren dan dat we in vrede mogen leven. Dat we mogen zeggen wat we vinden. Dat we mogen houden van wie we willen. En mogen geloven in dat wat voor ons heilig is. Wij zijn vrij om onze stem te laten gelden. Die vrijheid danken we mede aan onze Europese samenwerking. Na de Tweede Wereldoorlog was iedereen ervan doordrongen dat we op ons continent zo niet langer konden doorgaan. De basis voor de EU werd toen gelegd. En over het continent heen gingen we samenwerken in de NAVO. Het bracht ons vrede. Het bracht ons ook ongekende voorspoed. Maar we zien dat die samenwerking niet vanzelfsprekend is. Daar werd in de kerk ook aan gerefereerd. Er ontstaan parallele werelden waarin een land kan beslissen uit onze Unie te stappen. Waarin wereldleiders zich uit internationale verdragen willen terugtrekken. Waarin gevoelens van nationalisme, van wij tegen zij, ruimte krijgen om te ontspruiten. Soms met verstrekkende gevolgen. In de Eerste Wereldoorlog kropen de soldaten letterlijk in de loopgraven. Anno 2019 zien we nieuwe loopgraven, bijvoorbeeld in de social media. Zien we polarisatie op Twitter en in gele hesjes op straat. Wat we nodig hebben zijn mensen die de verbinding zoeken en weten te maken. Conflicten houden geen rekening met grenzen. Dat was 80 jaar geleden zo, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En ook vandaag worden wij geraakt door conflicten die hier ver weg ontstaan. Juist daarom is het belangrijk dat we blijven herdenken en dat we ons blijven herinneren. Juist daarom moeten we die herdenkingen ook als haakje blijven gebruiken om ons af te vragen, wat kan ik, wat kunnen wij vandaag doen om onze vrede en vrijheid vitaal te houden? En daarvoor hoeven we helemaal geen grote dingen te doen. Dat kan al door op het schoolplein je mond open te trekken. Als er iemand wordt gepest, als je hoort dat iemand in het nauw zit. Door niet alles wat onbekend is, ook als onbemind weg te zetten. Door racisme en antisemitisme keer op keer als onkruid met wortelen al uit de grond te trekken. En door wat beter naar elkaar te luisteren in plaats van ons eigen standpunt te blijven herhalen. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, een mens heeft twee oren en één mond. Dus luisteren is belangrijker dan spreken, want je hebt maar één mond en twee oren. Dat is de manier om onze belofte van nooit meer gestand te doen. Luisteren. En dat is de manier om al die mensen die hier en elders het leven hebben gelaten, die hoge prijs, te eren. Dank u wel. Dank u wel voor uw woorden en met name ook de woorden die u aan de jeugd hebt meegegeven.
Addy Hendrik Scherrits vertelt haar persoonlijk verhaal. Zij was 5,5 toen de bommen vielen en zat met haar broertje Jopie van 3,5 jaar oud op de Montessori kleuterschool Saint-Louis van de zusterorde Jezus, Maria en Jozef. Ik mag Addy verzoeken naar voren te komen. Lieve mensen, wat goed dat jullie met zo'n groot aantal hier aanwezig bent bij deze bijzondere herdenking. Mijn meisjesnaam is Addy Gerrits en ik woon al bijna 56 jaar in Beuningen. Ik ben één van de 5 kleuters van de toenmalige Montessori-school van de zusters van JMJ aan de Oude Stadsgracht, die het bombardement hebben overleefd. En graag wil ik ook welkom heten Dini Meuse en Peter Braam, want dat zijn ook mijn klasgenootjes en ook zij zijn uit die brandende school gekomen. Het was een zonnige dag toen ik met mijn broertje Jopie over de Burgstraat naar de kleuterschool liep. Jopie wilde eigenlijk helemaal niet naar school. Hij wilde liever thuis blijven. Maar met veel moeite en de belofte dat hij weer met de blokken mocht spelen, ging hij aarzelend mee. Ik voelde me altijd al verantwoordelijk voor mijn broertje Jopie. Hij was nog zo klein. Omdat ik van mijn oma een mooi snoer kralen had gekregen en die mee naar school wilde nemen om deze aan mijn vriendinnetjes te laten zien, had ik echt zin om naar school te gaan. Op school aangekomen kwam de zuster ons al tegemoet. We waren een beetje laat. Er was geen tijd om de kralen mee naar binnen te nemen en moest ik deze bij mijn jas aan de kapstok hangen. Met de mededeling van de zuster dat ik, als ik tussen de middag mijn boterham op had, met de kralen aan mijn vriendinnetjes mocht laten zien. Tussen de middag was het alarm gegaan dat het onveilig was en aten we onze boterham snel op. Gelukkig was het al kort daarna weer veilig, dus ik mocht de klas uit. Maar Jopie zat nog te treuzelen met zijn boterham, dus ging ik zonder hem naar de gang. We waren net op de gang aangekomen toen er een vreselijke lawaai van boven kwam. Wat er daarna gebeurde, weet ik niet. Ik denk dat we door de luchtdruk bewusteloos waren. En toen ik weer bijkwam, lag ik op de grond met stenen over me heen. Het was aardedonker. En de zusters hoorde ik bidden. En dat er een steen op mijn voet lag, riep ik: "Zuster, ik ben mijn schoen kwijt." Ik kreeg als antwoord: "Bid maar een weesgegroetje." Ik ben waarschijnlijk toen weer even weg geweest toen ik een zuster hoorde roepen: "Red de kinderen, red de kinderen." Dit is waarschijnlijk zuster Baretti geweest. Ik weet nog dat ik de deur van de klas tegen me aankreeg die uitkwam op de gang waar de kapstokken waren. We hadden geluk dat we vlak bij de uitgang lagen. En inmiddels waren er mensen van de brandweer gearriveerd en zuster Baretti heeft Dini Meuse en mij door een smalle opening uit de buitendeur getrokken, zodat de brandweer ons aan kon pakken. Het werd te gevaarlijk, waardoor alleen Dini nog naar buiten getrokken werd en haar zusje Elsje los moest laten. Zuster Baretti, die moest ook tegen haar zin de kinderen loslaten. En omdat er scheuren in de muur kwamen en het was heel erg gevaarlijk. Ik heb nog lang buiten gewacht op Jopie, maar hij kwam niet. En ben ik met iemand naar een café in de Burgstraat gebracht, want daar zou Jopie ook zijn. In het café kreeg ik een slokje brandewijn, omdat ik helemaal overstuur was. Maar ik bleef maar om Jopie roepen en natuurlijk om mijn moeder. Ik wilde naar huis. Pas uren later vond mijn vader mij, want toen hij hoorde dat de school in brand stond, is hij overal gaan zoeken, want hij was 2 kinderen kwijt. Toen hij hoorde dat er kinderen naar de Burgstraat gebracht waren, heeft hij alleen mij gevonden. Het café was vol met ouders die hun kinderen kwijt waren. Het was een grote chaos, vol met angstige mensen. En ik wilde natuurlijk zo snel mogelijk naar huis. Maar ons huis in de Stikkenheesestraat moest ontruimd worden, doordat er nog steeds brokken steen van de omgevallen toren van Sint-Steven vielen. We zijn toen liefdevol opgevangen door de familie Smits op de Grote Markt.
En daar vond ik mijn moeder en twee zusjes en een babybroertje terug. Ik had nog steeds hoop dat Jopie er ook zou zijn. Ik heb de hele nacht gehuild en geroepen om Jopie. En ten einde raad is er een arts gekomen. Misschien kon hij mij wat rustiger maken. Maar het enige advies was, als je niet ophoudt met huilen, breng ik je naar het ziekenhuis. Ik ben toen acuut opgehouden met huilen en roepen om Jopie. Want die man wist natuurlijk ook niet wat hij met mij aan moest. De volgende morgen is mijn vader gaan zoeken tussen de nog rokende pijn van de school om nog iets van Jopie terug te kunnen vinden. Alles was afgezet, maar na veel aandringen mocht hij er toch door. En want ik had zelf nog steeds het gevoel dat hij met Jopie terug zou komen. Mijn vader heeft nog wel een schoen van hem gevonden met inhoud. Nu wist hij zeker dat Jopie er niet meer was. Hij heeft dit naar de veilinghal aan de Graafseweg gebracht, want daar waren de resten van de 24 kinderen en de 8 zusters bij elkaar gelegd. Hij wilde nog kijken of hij Jopie kon identificeren, maar dat werd hem afgeraden. Ik heb me nog jaren schuldig gevoeld dat ik niet op Jopie gewacht heb. Als ik niet zo ongeduldig was geweest, had hij misschien nog geleefd. Pas in 1994, bij de onthulling van de schommel, ontmoette ik de 5 overlevende kleuters van onze klas. Ook Beb van de Zanden, mijn vroegere kleuterjuf, heb ik daar ontmoet. Zij is 1 dag voor het bombardement bij de zusters van JMJ ingetreden. En ze herkende mij nog. En daarom wist ze ook nog veel van haar laatste klasje te vertellen. En ook van Jopie. Ik was hier zo blij mee. Ik heb nog diverse malen contact met haar gehad. En in een gesprek met Dini Meusen hoorde ik dat haar zusje Elsje en ook Elsje Blijdenstein met mij mee naar de gang waren gegaan. Ze hebben het ook niet overleefd. Dus als Jopie met mij was meegelopen, had hij het waarschijnlijk ook niet overleefd. Ik ben dan ook erg dankbaar dat Dini en ik het hebben overleefd dankzij de kralensnoer van oma. Deze gebeurtenis draag je je hele leven mee, maar daardoor word je ook gevormd. En vooral ook in therapieën heb ik een heleboel verwerkt. Het was hard werken, maar de moeite waard. Ik ben er sterker, krachtiger en blij met het leven door geworden. En ik wil nu eindigen met een gedicht van René Speelman. Wie zou je zijn als je nog had geleefd? Welke wijsheid zou je nog met ons delen? Welke mooie momenten hadden we nog beleefd? En zouden we samen kunnen lachen om het verleden? Zou je nog van een toekomst dromen? Of zouden we samen nog kunnen genieten van een glas wijn? Welke mooie momenten hadden we nog beleefd? Wie zou je zijn als je nog had geleefd? Dank u wel voor uw aandacht. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zorgt ervoor dat we blijvend aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, aan onze bevrijding en aan de vrijheid blijven denken. Ik geef het woord aan de voorzitter van het Comité 4 en 5 mei, mevrouw Gerdy Verbeet. ...22 februari 1944 is een stralende dag. Het is dinsdag en het is de laatste dag van het carnaval, vastenavond. Het is wel koud, maar de zon schijnt uitbundig. Uit alle buurten van de stad komen kinderen allemaal op weg naar school. Ze huppelen. Het lijkt al een beetje lente. Joelend rennen ze de school binnen. Ze hangen hun jasjes op, gaan de klas in. De juf krijgt ze maar moeilijk stil. Een paar uur later is het gejoel van veel van deze kinderen voorgoed verstomd. Veel scholen in de binnenstad liggen in puin. Ook deze school en het hele gebied eromheen. We hoorden net het ontroerende verhaal van Addy Gerrits. Haar broertje Jopie is dood. Net als veel van zijn klasgenootjes. En net als Hendrika en Maria Arts,
die ondanks hun verkoudheid toch naar school moesten. En hun einde vonden in het puin van de kleuterschool aan de Lange Burchtstraat. En net als Henk van Duighuizen, die samen met zijn vriendje Koen vanaf zijn school aan het Kelfkensbos naar huis liep. Als de bommen vallen, is Koentje op slag dood. Henk sterft een paar dagen later aan een tetanusinfectie. 160 kinderen en meer dan 600 volwassenen hebben het bombardement van Nijmegen niet overleefd. Bart Jansen schreef er in 2005 een boek over, vol hartverscheurende getuigenverklaringen, onder de titel De pijn die blijft. En zo is het ook. Dit is een pijn die altijd blijft. En misschien is die pijn nog wel heftiger, omdat er lange tijd zo weinig aandacht voor is geweest. Waar moesten mensen uit Nijmegen, maar ook die uit Arnhem en Deventer, heen met hun verdriet? Nee, de slachtoffers waren geen dappere soldaten of verzetsmensen. Het waren gewone, onschuldige burgers. En nee, het was geen laffe aanval van de vijand. En dus paste het niet goed in de naoorlogse wereld van zwart of wit, goed of fout. 766 gewone, onschuldige mensen zijn tussen de scharnieren van de geschiedenis terechtgekomen. Het duurde tot het jaar 2000 voordat dit monument er kwam. Als voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei woon ik veel herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog bij. Herdenkingen van slachtoffers van de Holocaust, gesneuvelde militairen, verzetsmensen, van mensen die zijn omgekomen in toenmalig Nederlands-Indië en steeds vaker herdenkingen van burgerslachtoffers, zoals vandaag. In de loop der jaren na het einde van de oorlog is er steeds meer gerichte aandacht gekomen voor groepen slachtoffers. Die aandacht gaat natuurlijk niet ten koste van de aandacht voor al die anderen die in de oorlog zijn omgekomen. Aandacht, respect en liefde zijn geen schaarse goederen die we onderling moeten verdelen. Vandaag betuigen we respect aan de slachtoffers van dit bombardement, dat diepe sporen heeft nagelaten in de Nijmeegse gemeenschap. En op 4 mei legt de koning bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam een krans voor alle slachtoffers. Tijdens de 2 minuten stilte die daarop volgen, denken we daar en bij alle herdenkingen in het land ook weer aan de slachtoffers die we hier vandaag herdenken. En ook denken veel mensen dan aan hen die in deze tijd op andere plaatsen in de wereld lijden onder oorlog, onder bombardementen. Ik ben erg onder de indruk van het grote aantal kinderen wat hier vandaag is. Voor jullie zijn de woorden oorlog en bombardement abstracte begrippen. Jullie kennen ze gelukkig alleen van het jeugdjournaal. Maar juist daarom is het zo belangrijk dat jullie weten dat vrijheid en vrede helemaal niet vanzelf spreken. Dat je overgrootouders wel oorlog en onderdrukking hebben meegemaakt. En dat kinderen in andere delen van de wereld helaas precies weten wat een bombardement is. Want ze maken het dagelijks mee. Een van de belangrijkste lessen die we onze kinderen kunnen leren is dat we nooit onverschillig mogen zijn voor het lot van anderen. In zijn kersttoespraak zei koning Willem-Alexander het dit jaar zo: vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen zijn ook afhankelijk van de manier waarop wij dagelijks met elkaar omgaan. Een leven zonder angst en onverschilligheid wordt niet alleen bepaald aan verre vergadertafels. Daar gaan we gelukkig ook zelf over. Ik vind dat een prachtige boodschap. Het is mooi dat we hier bij elkaar zijn bij deze herdenking. Het geeft steun, erkenning, het gevoel dat je niet alleen gelaten wordt in je verdriet. Ik heb zelf bij dit soort bijeenkomsten altijd een groot gevoel van verbondenheid. Wij zijn bondgenoten. Op u kan ik bouwen als het gaat om een zinvolle herdenking. Wij zijn verbonden
in het gesprek, in het respect voor wie we verloren hebben. Maar we zijn ook verbonden als het gaat om het beschermen van onze open, vrije, democratische rechtsstaat. En daarom is het ook zo mooi dat hier vandaag ook mensen zijn van wie de ouders en grootouders de oorlog in Nederland niet hebben meegemaakt, maar die zich toch verbonden voelen met het verdriet van Nijmegen. Laten we ons verbonden voelen met burgerslachtoffers, toen en nu. Laten we juist de gedeelde ervaringen gebruiken om met elkaar te werken aan vrede en veiligheid. Want inderdaad, zoals de koning zei, dat wordt niet alleen bepaald aan verre vergadertafels. Daar gaan we gelukkig ook zelf over. De school die gebombardeerd werd, was een Montessori-school. Vanwege die reden hebben de Montessori-school Nijmegen-Oost en het Montessori-college gewerkt aan projecten rondom deze herdenking. Duurt zo lang. Het is niet fijn om dood te zijn. Soms maakt me dat een beetje bang. Het doet geen pijn om dood te zijn. Maar dood zijn duurt zo lang. Als je dood bent, droom je dan? En wat droom je dan wel van? Droom je dat je in je straat langzaam op een trommel slaat? Dat iemand je geroepen heeft? Droom je dat je leeft? Maar ach, wat maak ik me toch nog naar, het duurt bij mij nog 100 jaar, voor ik een keertje dood zou gaan. Ik laat vannacht een lampje aan. Dankjewel Amber, wat heb je dat geweldig gedaan. En wat hebben jullie mooi verbeeld wat jullie grootste wens is. Tot aan de 2 minuten stilte zullen leerlingen nu ansichtkaarten uitdelen. De kinderen van het Montessori College hebben zelf kaarten gemaakt. En de basisschoolkinderen delen kaarten uit met een tekening van René Brouwens met als thema het onbekende kind. Zij zullen dat symbolisch aan een aantal mensen uitdelen. Straks in het stadhuis zijn deze kaarten ook voor u beschikbaar. Wij staan stil bij het moment dat van op dit moment, 13:28, 75 jaar geleden, de bommen vielen. Mag ik u verzoeken 2 minuten stilte in acht te nemen en indien mogelijk dat u gaat staan.
Thans gaan wij over tot de kranslegging. En tijdens die kranslegging zal wederom muziek klinken van het koperkwintet. Dit was de samenvatting van de herdenking van het bombardement in Nijmegen 75 jaar geleden. Wilt u zelf nog meer herdenken? Kijkt u dan op nijmegen.nl/herdenkt. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Nogmaals enorm bedankt voor uw aanwezigheid. Dank u wel.